van ongeveer 5 kilometer een dood dier ruiken. Haps! Nou, als ze dan zo'n dood dier hebben geroken, dan vliegen die gieren met z'n allen daar naartoe en dan gaan ze eten. Maar die gieren eten zo verschrikkelijk veel, hops, dat ze niet meer kunnen vliegen. Maar als het dan gevaar dreigt, dan moet je natuurlijk maken dat je wegkomt. En dan zit er één ding op en dat is zo snel mogelijk al je eten weer uitkotsen. Ja, dat is best wel smerig, hè? Maar het kan nog veel smeriger. Want als het gevaar dan geweken is, dan gaan al die gieren weer terug naar de plek waar ze net gekotst hebben. En dan eten ze er eigen kots weer op. Ja, zal ik het nog veel erger maken, want het kan nog erger. Ze eten niet alleen hun eigen kots op, oeps, maar ook dat van de buurman en de buurvrouw, want dat verschil dat zie je toch niet meer. Het zijn eigenlijk gewoon een beetje kleine viezerikjes. Nou, dan kan het nog veel smeriger. Zal ik het nog smeriger maken? Ja. Want dit was een Afrikaanse gier. Maar onze koningsgier die daar zit, dat is een Amerikaanse gier. En die leven in het tropisch regenwoud. En daar hebben ze iets speciaals ontwikkeld. Want daar is het natuurlijk heel erg warm. En om dan een beetje af te koelen, poepen die gieren over hun eigen voeten heen. Nou jongens en meisjes, denk nou niet, het is vandaag heel erg warm. Dus laat ik ook eens over mijn eigen voeten poepen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Kijk, en dan kan je goed zien, hè? Heel opgewonden is het hoofdje helemaal mooi roze. En dan gaan we eens kijken. Haps, bukken. Merlijn. Nou, dan gaan we eens kijken of onze Tim ook deze kant op wil komen. Nog een lekker stukje, ja. Ja, dames en heren, Tim die rent als een hinder naar de andere kant van het veld. Hinder. Ja, daar gaat hij. Ja, een spontaan applaus. En dan gaan we onze Merlijn nog één keertje naar Tim toe vliegen. Kijk, en dan vind ik ook dat onze Merlijn natuurlijk ook een groot applaus verdiend heeft. Kijk, dankjewel.